Graag gedaan hoor, dat ik hem in de schaduw heb gezet. Daarvoor dank. Maar dat je jezelf met je neus naar beneden gezet hebt en bij mij bent begonnen. Probeer jezelf aan te wennen, buitenbocht en dan insnijden als je zicht hebt. Dan probeer rechte lijnen te rijden, zeg maar. Wat we net geoefend hebben.
Oké, okay. Nee. Oh, zijn we net uit de berm? Denk het. Die zal wel heel nodig hebben om te pissen. Zometeen zie je op je navigatie een bocht naar rechts. In die bocht naar rechts, je krijgt eerst nog een bocht naar links hoor, maar in die bocht naar rechts zit de afslag linksaf. Een heel raar knikje staat, kun je dat herinneren? Nee, maar... Dat is die leuke slingers die we al een paar keer gereden hebben. Okay. Waar we die scooter hebben ingehaald. Ja. Dat weggetje gaan we doen. Oh, dat is waarschijnlijk omhoog dan. Ja. Maar let dan even op dat je dus straks in die bocht naar rechts niet te hard door de bocht heen komt. Want dan moet je dus linksaf. Ja. Dat is een, ja, gewoon een raar draaitje. Je kan hem prima, maar het is een raar draaitje. Ja. Dat doe je. Helemaal niet zo gespannen rijden, ja. Dat valt er zo mee. Hè? Huh? Dat valt er wel mee. Maar het ik gewoon steeds meer naar voren gaan zitten als ik harder rij of het wordt. Dus dat je gewoon steeds meer druk bent op je handpalmen creëert. Dat is meer het gevoel. Het is niet zo gespannen. Ik voel me niet gespannen. Ik voel me wel prima. Even kijken. Dit is die bocht naar rechts, hè? Dus dan gaan we... Zo naar linksaf. Niet dat. Rechtsaf slaan. Dus met de bocht naar rechts. En daarna is het linksaf. Zie je het? Nee. Oh, S1, niet handig. Nou, veel plezier. Ja. Ja. Er kan wel echt leuke draaiers zijn. Nee. Denk erom, blijf buiten. Nee, dan hoeft niet, het loopt weer. Precies. Dan zijn er ook niet. Meisje vrij. Daar zou ik niet op gokken. Ja, weet je het? Ja, hier hoor ik niet goed erin. Hier hoor ik er. Ik zat in de laatste van de extension. En dan rijden we terug. Ja, ik weet het. Ja, ik weet precies waar het is. Grappig dat je er steeds YouTube-filmpjes in je hoofd hebt. Aha. Nou, wat je stukje. Ga maar eens op de linkerkant. Ga maar eens op de linkerkant van je motor zitten in zo'n bocht. Blijf buiten. Aan het einde van de weg gaan wij linksaf. Links? Links. Ja, trouwens, je mag ook rechts, maar ik zou links gaan. Als mijn geheugen mij een beetje... Ja, daar kwamen we niet vanaf. Ja, hier het groene huisje. Ja. Ja, dat bedoel ik. Dat is voor als je buiten blijft, je ziet er meer, hè? Je hebt tijd om te reageren.
Maar dat moet je ook wel reageren inderdaad. Oké, dit is een vervelende T-splitsing. Doe wat je net geoefend hebt. Zie je nou wel dat je niet opvalt als je kijkt? Ja, ik heb zoveel hard over de hindernismomenten deze week. Ik vind het echt grappig. En ik probeer ook wel een klein beetje te pushen. Zie je, zou je dat ook weten? Ja, dat weet ik. Vanaf nu mag je hem zelf bepalen. Oh, fijn. Dat doe je er gewoon. Deze, die T-splitsing heb ik net bewust gepakt, ja. Net als zo goed als die bochtjes net. Dan wilde ik gewoon dat je die een keer gereden had. Zelfstandig. In principe terug richting Saals. Salus. Oké, dat goed is, dat niet goed. Is dat goed, is dat niet goed? Het is een leuke route. Hier was ik altijd aan het galopperen, zei je. Nou, ga ik even voorzien, zeg. Nee. Dan dat je heerlijk aan het galopperen bent. Ja, maar ik galopper ook wel af aan. Nou ja. Laten wij ook een keer naar een paar achterlichten kijken. Ik stond bewust stil.
dat dacht ik al. Zo. Hey, ik dacht al dat je deze route zou nemen. Ah, iets met gemakzucht en zo. Ah, daar nog. En daar stond we moeten wandelen uit verzeerde pikkeling. Ik hoor dat jij gaat wandelen naar Museum de Fleur Figurine. Bij het woord museum haak ik al af. Oh, wat? Er zit een poes op de weg. Ja, dus? Ja. Kijk eens. Maar is het voor geen donder niet bang? Nee, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Ga je er maar uit. Hoor ik plat gereden, les 1. Ja, precies. Nou ja, moet je zo wel eens naar het dak voor je neus zo nog even ontstaan hebt om daar een bakje weg te lopen. Terwijl jij met alle moeite boven weer te mogen rijden.